Nou, dat moet een mooi interview opleveren, zegt onze commentator. Die zit daar lekker boven met dit zonnetje boven het veld. Een prachtig plaatje, maar de wedstrijd viel wel een beetje tegen, denk ik, hè? Ja, een beetje een dode wedstrijd, zeg maar. Ja, ik heb er ook niet echt heel veel over te zeggen, eigenlijk. Er zijn weinig kansen geweest, niet mooi voetbal. Weinig duels ook, eigenlijk. Het was best wel een sportieve wedstrijd. Ja, eigenlijk is daar alles mee gezegd. Ja, je kan het inderdaad heel kort houden. Dat heb je ook als je naar deze wedstrijd hebt gekeken. Ik bedoel, daarvoor hoef je niet naar dit veld te komen. Maar goed, aan de andere kant, jullie houden weer de nul. Jullie zijn nu de enige Eredivisieploeg die 4 wedstrijden achter elkaar de nul hebben gehouden. Dat soort positieve dingen, neem je dat mee? Tuurlijk nemen we dat mee, absoluut. Ja, dat is voor ons niet altijd gewoon geweest, dat we de nul hielden. En nou 4 keer op rij, dus daar gaan we zeker mee verder. Ja, want hoe belangrijk is dat voor jullie ploeg? Als je geen goal tegenkrijgt, dan kan je ook niet verliezen. Dat is wel heel belangrijk. Nou ja, nee, wel gelijk spelen. Maar goed, 4 wedstrijden op rij in elk geval niet verloren. Hoe kijk jij nu naar deze competitie? Ja, ik vind het een hartstikke mooie competitie. De nummer 1 kan van de onderste verliezen bewijzen van. Moet ik wel zeggen dat Katwijk Kozakken Boys wel echt erboven uitsteken dit seizoen. Maar voor de rest is het van de nummer 3 tot geloof ik nummer 12 of 13 is het gewoon super spannend nog. En ik ga elke week met plezier naar de voetbal toe. Ja, want er zijn mensen die zeggen, nou ja, dat kampioenschap gaat dan tussen die twee. Maar jullie spelen nog voor die derde plaats. Hoe erg leeft dat bij Barendrecht? Ja, we willen gewoon zo hoog mogelijk eindigen. Ik bedoel, dat we nu al 4e staan, dat is voor ons al heel knap. Ik bedoel, we hebben middelmatige mogelijkheden en daar doen we het gewoon heel goed mee. Ja, als we 3e kunnen eindigen, dan gaan we daarvoor. En wij moeten een samenvatting maken van deze wedstrijd. Wat moet er sowieso in? Ja, wat moet erin? Ik weet niet. Misschien de mensen langs de lijn? Het zonnetje? Daar is het ook mee gezegd. Dankjewel.